Grembergen is vandaag mijn plaats van afspraak. Recent omgedoopt in Grechtbergen, sinds hier een Olympisch kampioen wielrennen woont. Hij was net als ik ooit doelman bij SK Beveren. Maar Greg van Avermaat koos op een bepaald moment voor de fiets. En dat bleek een hele goede keuze. Hallo. Goedemorgen. Ja. Alles goed? Ja, ja. Hoe vakantie gaat? Ja, ja, een beetje, hè. Een weekje toch? Een weekje, 3 dagen, ja. 3 dagen, maar een week door de fiets gezeten of wel? Ik heb gereden tot vrijdag en dan 3 dagen zonder fietsen. Ja. Het is moeilijk rusten, hè? Ja, een beetje fietsen is ontspannender, hè. Dat is zo. Vandaag ook toch even elkaar. Ja, vandaag is ook weer rustig. Er is geen training voorzien vandaag. Nee. Ik heb een ritje voorzien aan de 14, is dat goed? Ja, dat is goed. Je hebt dat vroeger dikwijls gedaan, hè? Ja, ja, de 14. Nou, dat goede herinneringen dan. Aan de training? Ja. Dat is zwaar nog zin, of? Ja, langs links best, denk ik. Ja. Van Avermaat gaat nu de sprint aantrekken. Keukenherk komt nu. Van Avermaat houdt hem af. Van Avermaat wint zijn tweede keer. Van Avermaat is koning in Vlaanderen. Punt. Andere lijn. En jij ook terug in de sprint? Dat is lang geleden. Het is lang geleden, ja. Ja, het is veel veranderd ook, hè. Ja, allemaal. Just in tribune is het veranderd. Ja, we hebben nog een goede ploeg toen, hè. Ja, ja, als je geen rond liep, want allemaal zwartjes. Ja. Allemaal de Afrikanen zaten er toen, dat was ook geen slechte ploeg. Ja, ja. Nee, ik moet een paar keer in mijn park hebben te kijken. Ook nog in de tweede klasse zo een paar keer te kijken, maar... Ja, we raken er ook niet meer, hè. Ja, ja. Is al druk genoeg waarschijnlijk. Ja, ja. Ik wil dan nog in het weekend te gaan zeggen, maar dat ik naar Beveren kijk. En er is echt niks te zien. Elke keer dat ik er ga, dan denk ik, wat gaan met die mensen die hier komen kijken. Maar jij gaat dat type trein in Beveren, Theo Kusters? Ja, Kusters op het laatste. Dat is een jaar dat gestopt ben eigenlijk. Ja. Maar ik deed dat graag. Ja, ik ook. Ik ook. Ik hoop. Nou, fietsen toch liever, hè? Nou, dat was hetzelfde bij mij. Want de meesten zeggen, ja, koers leven, maar ik deed voetbal zeker even graag. Zeg. Nog altijd? Oh, nu een beetje minder, nu volg ik het wel minder, maar... Maar, die keuze is redelijk goed gevallen, hè? Maar ja, zeker. En vrij content, hè. Was het van, ja, zo'n keer in de wank net wat er allemaal gebeurd was? Ja, ja, ja. Ja, zeker, omdat ik... Allee, gans mijn carrière zo, stap per stap zo... Klein beetje beter. Veel tegenslag ook zo. Ja, ja. Niet willen lukken, altijd er dichtbij, maar niet echt de grote koersen winnen. En dan van ja zo, Liesblad, Haarlembeke, dan Gent-Wevel. En dat is eigenlijk ja. Want eigenlijk alles waar je gestart zet, had iedereen ook eens het gevoel van dat je gaat winnen. Ja, ja. Misschien het gevoel wel, maar als coureur weet het ook dat alles moet samenvallen. Hè. Ja. Maar dan ging je nog de eerste koers om in Liesblad. Sagan, die ging er zot van doen. Ja, ja, dat was super sterk. Dat is dan zoiets van mij. Ja, maar dat zijn ook koersen 200 kilometer, die liggen mij net iets minder. En ik weet, de koers in Niesblad wordt heel vroeg opgebroken. Dat is achter 120 kilometer al. Ja. En dat is bij mij altijd zo een beetje doorbijten. Maar dan normaal gaat die wedstrijd voordeur wordt wel beter. Maar Sagan was wel, hij is altijd indrukwekkend. Maar gaat een goede wat zijn bocht, hè? Ja, ja. Dat is een bocht die me ligt. Van Avermaat neemt afstand. Kansen gaat dan nog over. Kan niet. Nee. Het is Van Avermaat voor de dubbel. De Olympische kampioen van start. Elke dag moet ik opstaan. Ik plan ook altijd om rond 9:30 te vertrekken op training. Het is niemand die mij zegt dat ik moet vertrekken. Het is geen trein in de stad en zegt nee, van... Of je moet een oefening doen of niet. Je bent je eigen baas als coureur. Hè. Ja. Thuis, zij op je eigen. Hè. Ja. Wat dat ook soms gemakkelijk is. Ja, ja. Alleen maar afstandsregen en stages, dat is ook niet... Nee, dan kom je zot. Hè. Maar buiten die trainingstages met de ploeg, heb je eigenlijk geen gezamenlijke trainingen? Nee. We zijn met 27 coureurs. In een ploeg, iedereen traint thuis. We hebben Zwitsers, we hebben Australiërs, we hebben Spanjaarden, we hebben Italianen.
de eerste stage dat we eigenlijk samen zijn is enkel in december. 10 dagen. En dan in januari is er al een gedeelte van de coureurs die in Australië koersen. Ja. En dan is dat eigenlijk altijd al splitsen, hè. En dan selecties, 8 coureurs per wedstrijd. Ja. En iedereen wordt naar de wedstrijd gebracht. Want eigenlijk zijn de ploegmaats die je hier bij Galapagosjaar bijna niet ziet. Nee, nee. Like Richie Poort. Die zit meestal alleen maar in de Tour. En ja, op stage in december. Ja. En dan heb je bijna mannen die waar ik bijna elke koers mee rijden, like Cher. Dat is eigenlijk maar zo wat met een maat. Dat groepje padelvissers dat je ermee gaat trainen, dat is eigenlijk een beetje noodzakelijk kwaad. Als je dat niet doet, zijn ze zeker gedoemd bijna om alleen te trainen. Ja, ja, ja. Dan trainen ze veel alleen. Hè. En het is wel leuk om dat... Allee, die hebben ook een goed niveau. Ja. Like dan Preven is prof en Oliver is prof. En dan zijn er een paar goede liefhebbers bij. Ja. Maar het voordeel voor mij is ook dat er iemand meegaat die werkt aan het einde van de training. Ja, ja, want ze zijn er niet veel meer in België natuurlijk. Nee, ja, verrecht. Met mij mee te trainen moet je heel erg sterk zijn, denk ik. En moet je toch... Ik wil straks wel eens proberen, zeg. Maar niet drukken, denk ik. Dat is mijn weer. Zo'n gemiddelde training zit. Hoeveel kilometer zijn dat? Wow, dus als wij gaan fietsen, zijn we blij met 100 kilometer. Hè? Ja, 120, 150. Maar ah, ja, toch zie dat we superveel, super lang trainen. Maar ik ben niet echt de voorstander van 200 kilometer te gaan rijden. Ah, nee. Maar wel intensief. Ja, zo'n 4-5 uur. Goed doorrijden. Ja, wat is goed doorrijden? Wow. Ja, gemiddelde komen we dan thuis? 32, zo ja. Dat is toch van nog? Ja, ja. Dat is niet dat wij... Allee, als je natuurlijk meer rijdt, gaan we wel zeggen, dat zijn zotten. Want er zijn veel mannen die bij ons meer rijden, en dat is maar één keer. Hè. Dat is ook zo plezant vinden ze dat. Zo traag heb ik het helemaal nooit. Hoe speciaal was toen Ronde van Vlaanderen de eigen streken ziet? Ja, dat was wel wijs. Maar in die finale zit toch gebundeld in de Vlaamse Ardennen. Het was wel leuk om de eigen streken te passeren en zoveel volk te zien dat hij al kende. En ook zo, ja, allemaal de spandoeken en... Had hij echt toch allemaal zo geworden? Ja, ja. Ja, we passeerden er dan bezogen. En mijn mit was een beetje was niet content omdat ik niet gestopt had. Ik zeg ja, maar jij denkt dat dat echt niet een kermiskoers is. Hè. Maar vroeger was dat wel zo. Ja, ja, ze lieten dan een beetje voorrijden en ze kosten een keer stoppen. Dat doen ze nu niet tegen. Het is moeilijker dan dat te doen. Hè. Dat was ongelooflijk veel volk. Hè. Ja, superveel. Hè. Maar hij deed wel met de Ronde van Vlaanderen en hij zegt dat leeft echt. Hè. Ook veel buitenlandse coureurs zijn echt onder de indruk. Nog alleen maar met de start. Hoeveel volk op de grote markt staat dan. Ja. En ja, van start tot finish aangemoedigd worden. Dat is eigenlijk maar één koers dat heeft. En dat is de Ronde van Vlaanderen. Al de rest is toch wel veel minder volk en veel minder ambiance dan hier. En de muur van heel erg dat je net ook tussen nu te hebben. Ja, ik had eigenlijk iets minder van verwacht, want ik zat ook daar te ver. Dat er natuurlijk een grote groep wegrijdt. Ja. Met veel goede coureurs. En dan, ja, op zich hebben we nooit echt gepanikeerd omdat ik wist, het is nog heel ver. En we kunnen wel nog terugkomen. Maar ook waar we ook wel zo was, denk ja. Ik. Want als wij daar niet vallen op de kwarm in de finale, ik denk niet dat Gilbert dan ging gewonnen hebben. Maar ja. Maar voel dat je nog naartoe kunt komen. Ja, we gingen er sowieso nog naartoe rijden. Ja. Als je ziet dat ik val op de Quarmo, dus dat was het punt waar ik eigenlijk weer in de 40 per uur denk ik. Ja. Dus je valt, je moet je fiets terugpakken. En ik rij eigenlijk, ik kan nog tot bij Van Baarle, pas achter de Paddensberg. Ja. Dan zie je hoe groot dat het verschil in geweest is. En dan kijk je met Sagan en naast ze er nog naartoe gereden zijn. En dan ging het een van die drie geweest zijn die Vlaanderen gewonnen. Nou, als je op over was, je bij onderneemt. Dus zijn sterkte natuurlijk om vandaag te durven aanvallen. Maar ik denk als de koers zonder die valpartij is, dan
dat ik zeker kansen maak om daar te winnen. Is dat een goede zaak voor jullie buiten dat hij betrokken voor de EMC? Ja, voor mij wel, ja. En voor hem ook blijven? Ja, voor hem ook, denk ik. We zijn hetzelfde type coureur, hè, en dat is soms moeilijk met elkaar samen te rijden. Nou, droom je nog wel dat de schoonste positie kunt winnen, in ieder geval? Voor mij wel, ja. Ik denk dat er veel, misschien Parijs-Roubaix zou ik zeggen. En de Olympische Spelen was natuurlijk ook heel mooi. Maar voor mij is Ronde van Vlaanderen het mooiste, omdat ik van deze streek ben. En het is ook de wedstrijd die meest op het lijf geschreven is, denk ik. Je kijkt altijd naar de koersen die er liggen. Hè. Dus, en bij mij is Ronde van Vlaanderen nog altijd de koersen die liggen mij beter dan Parijs-Roubaix. Ik heb nu Parijs-Roubaix gewonnen, maar ik vind Parijs-Roubaix niet echt de koers die mij ligt. Dus, als je nog koersen gaat beginnen winnen die hier liggen, dan zit het goed. Nu nog de koersen winnen die met het meeste ligt. Ja. Ik zal nog een keer afrijden. Nog 350. Er is meer lang, hè. Er is meer lang, hè. Ja, ik kan geen vragen meer stellen. Kali, zeg de vraag, Stanley. Maar die keeperstrainingen worden ook lastig, hè, aan het voetbal. Ja, wat ze zeggen, dikwijls van. Je hebt zo lang gekiept, dat is niet moeilijk. Keepers moeten niet lopen. Van die trainingen. Ja, die waren zwaarder dan de voetbal. Ja. Zo op en af en draai, keer, pal, tikken op en terug. En 10 keer zo. Dat liep ook naar de bars, hè. Totale verzuring. Ja. Dat was wel goed. Ja, ik deed dat regen ook. Maar dat is nu je grootste kwaliteit. Ja. Zo. Tak, 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 tak. Vredig in het rood. Ja. Even rustig terug. Bam, bam, bam. Ja, dat is ook mijn start, hè. Is dat iets dat je mee krijgt dat je niet kunt trainen? Of maar een stukje kunt trainen? Ja, dat kunnen maar een stukje trainen, denk ik. Dat moet je sowieso in je lichaam hebben, denk ik. Die korte inspanningen, dat is 1 minuut eigenlijk. Hè. Ja. Dat je echt vol moet kunnen gaan. En dat komt terug in de Vlaamse klassiekers. Hè. Ja. Dat is de minuten die best wil sprinten. Heel hoog gaan, waar die anderen niet kunnen volgen. En dan, daar maakt het verschil. Hè. Ja. Maar sommigen kunnen zo ook niet rijden. En dan is een gat van 10, 20 meter en die krijgen niet meer dicht. Hè. Maar natuurlijk, ik heb ook het duurvermogen. Hè. Dat is ook mijn start. Achter een lange wedstrijd van 5, 6 uur kan ik nog altijd diezelfde wattage leveren dan wat ik nu moet doen, dus echt achter een half uur. Hè. Eerst naar recupereren op zo'n zoveel dagen daarna. Ja. Want je rijdt dan op vrijdag in die Hagelbeken, ja. Die winden. En zondag rijd ik in het Beeldenheim, die winden ook. Ja. Terwijl ze zeggen, mijn voetballers, ja, die hebben 3 dagen nodig om leeg te recupereren. Ja. Maar ja, voetbal is wel anders dan een contactsport is. Hè. Wij zijn... fysiek zijn we natuurlijk uitgeput. Ja. Maar je spieren hebben geen kopen gehad of geen... Je hebt geen kleine blessuretjes opgelopen. Hè. Met de voetbal is eigenlijk achter elke match een kleine blessure waar je van moet herstellen. Ja. In de koers, je benen zijn natuurlijk wel kapot. Maar je kunt wel... Als je in de trein stapt, kun je heel snel herstellen. Hè. Je ziet genoeg Tour de France rijden 3 weken achter elkaar. Hè. Ja. We zijn in Sint-Blasius-Boekel. Daar is de zwalm, José. Dat ontbreed uitgesmeerd. Oh, een val. De mannen van de BMC die elkaar daar uitschakelen, 1-1. Maar Oostop, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Krijgt hier de tweede Belgische favoriet, een tik van Avermaat. Gooit zijn helm weg. Denk dat het over is. Ja, hij voelt natuurlijk. Hij weet dat het... Wat een desolaat beeld. Nou, qua blessures kun je niet klagen, zeker, hè? Schut een beenbreuk. Vorig jaar Ronde van Vlaanderen. Houd vast houden. Is dat zo het ergste dat je gaat, hè? Ja. Val mee. Ik had wel een beetje last van mijn nieuw, ik zit met alles een ontsteking daarop. Haargloed? Ja, haargloed. Je hebt het ook gehad? Dat is eigenlijk aan keepers waarschijnlijk. Ja. Dat is miserie. Daar zit ik eigenlijk meestal met de sukkelen.
Zeg maar, kunnen ze dat niet opereren? Nee, ze willen niet. Allee, ze willen wel, maar het is een groot risico. En zeker omdat ze zien op welk niveau dat ik nog kan fietsen. Ja. Of zal echt zijn dat ik niks meer kan doen, dan zullen we dat wel doen, denk ik. Maar nu... Wel, ik heb het gehad, als keeper inderdaad. Tot op een bepaald moment dat ik het niet meer kon afzetten en niet meer kon lopen. Maar net hetzelfde, hè. Hij gaat een nieuwe schoen maken. Ja, druk afhouden. Druk afhouden. Elk jaar moet ik erop letten dat hij niet slechtert. Dat is wel dat niet te slecht, maar weghalen. Nee, weghalen dat niet meer. Want ik heb lang, gelijk, denk dat ze ook gelijk last van ochtend stijf zijn en die in de space. We waren op afstanding van de nationale ploeg. En we zijn inderdaad zo ochtendstijf hebben. Ja, ja. Dus dan moest ik ochtends eerst 10 uur op de kamer rondstappen. Ja, ja, ja. Dat ik naar beneden kan gaan om te gaan eten. Ja, ja, ja. Anders kon ik niet op de grond vallen als ze gaan denken van wat heeft hij ervoor. Ja, bij mij zien ze mij ook soms. Als ik mij soms in mijn bed zie stappen, dan denk ik ook van mij. Maar met fietsen heb ik er eigenlijk geen last van. Dat komt redelijk snel los. En ook als ik nu een paar dagen rust, is het direct weg. Die blessure van de winter, met dat mountainbike fietsen, heeft dat dan geholpen eigenlijk? Want je hebt een rustiger winter gehad dan anders, denk ik. Ja, langs op zijn, op de ene kant was het wel heel goed voor mij. Je was verplicht om te rusten. Ja, ik was verplicht om te rusten. En ik had ook wel zoiets, het was een supergoed jaar geweest met de Olympische Spelen. Ik was eigenlijk wel vrij relaxed. Ja. Omdat ik eindelijk mijn doel had bereikt, wat ik achter zoveel jaren had nagestreefd. Dat ik al zo die ambitie om eindelijk die grote koers te winnen. En eindelijk komt dan, voor mij het grootste wat er kost gebeurt, de Olympische Spelen, ja, winnen. En dan heb je zowel wel een heel relaxed winter. Dan kom je zo natuurlijk iets tegen. Maar ik heb eigenlijk nooit niet gepanikeerd. Ik heb altijd rustig gebleven. Dan met een revalidatie gestart. En het heeft me wel geholpen, denk ik. Ik ben een beetje later begonnen en ik moet er ook uit leren, denk ik, voor de volgende jaren. Dat blijkt dat het moeilijk te zijn voor jou, hè? Te rusten. Ja. De wil om je fiets goed te gaan. Ja, maar ik heb ook altijd de ambitie en ik wil altijd, gelijk nu zit ik al terug met mijn gedachten in een tour om daar naar te winnen terug. En, ja, ik kan genieten, maar ik krijg ook direct een ander doel. Van Avermaat, wat een etappe. Dit is de beste Belgische renner voor het moment. Hey. Ah, nee. Ja, die toer was ook wel aardig vorig jaar. Ja, dat was ook wel de moeite, hè. Is dat meer speciaal nog? Qua drukte en qua beleving? Ja, dat is de grootste wedstrijd van het jaar, hè. Ja. Het Ronde van Vlaanderen sowieso, dat is hier heel belangrijk. En voor mij misschien wel de belangrijkste wedstrijd. Maar dan heb je een tour en dan zie je toch dat de hele wereld meekijkt. En dat is elke dag in de Ronde van Vlaanderen, bij wijze van spreken, hè. Ook zoveel volk, hè? Ja, dat is echt de moeite, hè. Ja, en dan de gele trui erbij, vorig jaar was ook. Allee, dat is iets onwezenlijk eigenlijk, omdat vroeger ging ik naar de tour om kijken als kleine gast van supporter voor Armstrong en voor de België. En dat je nu er zelf tussen rijdt, rit wint en dan nog 3 dagen gele trui pakt. Dat was echt toch wel... En wij dan inderdaad ook 3 dagen gele trui aan thuis, ja? Ja, ja. Ik heb ze al weggegeven waarschijnlijk. Nee, ik heb meer dan 3 gele trui. Ja. Nee, dat was echt... Als je terugkomt van die rit, dan kijk je toch wel lekker op mijn bed wat er ligt en die heel treinig eraan en zo. Als je leider bent en toe krijg je zo'n zakje met dus een geel trui en een regenfrak in het geel, nog een bodyje in het geel. En als ze dat je geven, dat is zoals je gezegd, dat is like dat kerstmis is, hè. Dat je dat ook krijgt en je doet dat open. Dat zijn de momenten waar je verliet, hè. Maar als de conditie er is, dan weet ik ook wel dat ik bij de beste van de wereld ben. En dat het mogelijk is om die koersen te winnen. Maar dan tussen winnen of 5 of 6 zijn, dat is niet zo'n groot verschil. Hè. Ja. Ik kan supergoede benen hebben, bijvoorbeeld in Milan Sanremo. Had ik de benen dat ik wou, en je kruipt op de vlieger naar huis met het 25ste. Met gedacht dat ik ook de koers had kunnen winnen. Koersen is meer ontgoocheling dan overwinningen, hè. Ja. Nee, de koersen op een jaar
En als je zeven koersen wint, dan win je veel koersen. Hè? Dus elke keer zijn ontgoocheld, moet je met een omgang weer verwerken, moet je terug trainen en zo hard mogelijk je doel daar eens anders leggen. Hier is dan een klim, hè, van 300 meter aan 3%. Dat is niet eens zoals plat. Maar wij moeten er niet in, maar ja, doe maar. Geen betaald rekening. Van een klein stukje denk. Dat is de Poggio. Dat is langer dan 200 meter. Rosland Beveren. Dat is het Bob Stolkrop. Naar dat indrukwekkend stadion gaan kijken. Ik heb alleen maar in de oud-tribune gespeeld, zo. De Engelse tribune met de paal, zo in de regio. Ik ben dan nog wijs. Like zo Fulham. Fulham weet dat ook nog, ja. Craven Cottage. Ja, dat is dan bangelijk. Eigenlijk zouden ze dat beter, like de Bosch, vind ik dat ook nog ziek. Zouden we dat beter zo een beetje opwaarderen, maar nog in dezelfde stijl? Een beetje opwaarderen, dat lukt niet meer zo met de Bosch. Hier worden we allemaal niet vroeger. Ah ja? Hier op die hofstel, die caravanne. Wat is daar, hè? Dat was een thuis was ooit, hè? Dat die staankaravan stond al was daar. Ja, zijn broer is nog trainer van mij geweest. Hè? Wie dat? Een Danny? Danny, ja, dat is van. Dat was vroeger in je sportwinkel, hè? Ja, we hadden het schoenen moest passen. We deden kosten daar dan een Olympics gaan kopen. Met een bond, joh. Bij ons waren het nog Nikes. Toen ik met Beveren speelde, was het nog de hoogjaren. Toen waren ze net kampioen gespeeld en als een contract had gesloten met Nike. Dus wij kregen allemaal Nikes kunnen, dat was fantastisch. Ja, dat was Olympiek. Ja, bij ons was het Olympiek, dat was iets minder. Bij sommigen waren de doos even goed als de schoenen zelf. Krijgen, drie keer goed gegaan, ik. Al die bruggen onderweg. Schelde, de Durmen en dan een keer nee 17, ja. Dat is niet simpel, hè. Maar ja, hè. Heb je nog samen gespeeld, hè? Ja, jeugd hebben we nog even samen gespeeld. Dat was niet goed met dat schild. Nee. Oftewel, ja, hij niet te veel ballen doen en ik had te veel werk, hè. Dat was het probleem. Zijn de mannen nog op tv? Doe mijn best. Ik heb eigenlijk 3 punten gehad per week. Ja, 6. Ah, 6 op 6? Ja, standaard release. Ja. Standaard, maar hoe slecht zijn die dan? Hé? Volledig slecht. Gaan we volgen nog krijgen, hè? Ja, minder dan vroeger, vind ik, maar... Ja, ik probeer wel. Jullie in de zetel gaan liggen en zo'n maatje krijgen. Ja, ja. Maar is een competitie dat ik niet hier heb. Nou, zo Champions League en... Dat is echt een goeie. Dan kijk ik aan. Zeg, waarom is het eigenlijk keeper geworden? Want dat zat het toch niet echt... Dat was zo... Een paal zei dat ik veel te rap met een bal af ga. Als voetballer. Ik kost wel goed voetbal. Maar ik wou ze altijd snel met een bal weggeven. Eigenlijk was ik type te brengen. Die jongen heeft getrapt zijn bal af. Die speelde direct. Ik ben erin gebleven dan. Maar dat fietsen dat kreeg op het moment toch meer en meer de aandacht. Ja. Ja. Maar vooral omdat hij niet goed ging. Hè. Ja. Als je elke dag traint, dan zit je op de bank. Ja. En dan zeg je, ja, we gaan weer beginnen doen. Als ik elke week had moeten spelen, had ik nog niet beginnen fietsen. Ja, dan ging ik... Eigenlijk is dat gekomen, ze zijn mij op de bank beginnen zetten en dan heb ik gezegd, ik ga beginnen fietsen, kan ik kijken wat dat is. Mm-hmm. Maar daarachter ga ik gewoon bij een andere ploeg, ik ga niet meer bij Bever komen, ik ga bij een andere ploeg beginnen. En dat fietsen was sowieso zo meegevallen dat ik nooit meer terug ga met het voetbal.
Als je dat ziet, krijg je wel terug goesting, zo. Jij niet? Nee, nee. Ik weet dat niet. Hij heeft er geen goesting. Ja, ik heb het ook veel langer gedaan als ik. Ja, ik denk dat ik achter mijn dingen ook wel goesting zou hebben. Links of rechts? Wat denkt u? Een beer. Oeh. Ah, ja, dat kennen we wel. Stop de zand, hè? Stop de zand. Ja? Niet? Je ziet, in zo'n interview ziet plezant zijn ook. Als ik niet te veel moet zeggen. Is dat hard of niet voor u? Dat is niet hard, hè? Is dat zacht? Je mocht doorshotten. Is dat zacht? Ja. Dat was harder, hè? Dat was harder, ja. Ja, rest moet daar en dan binnen daar. Ah! Wordt nog een Duitse zoen zeker, hè? Ja, ja. Juist Luxemburg, Zwitserland. Tour. Van dan ook goed, ik had geprobeerd, hè. Ja. Dat WK, winnen zal nodig zijn om toch een kristal fiets te krijgen van ja, want je bij te zien dat je bekijkt. Hè. Nee, ja, het is sowieso een concurrent. Hè. Ja. Ronde van Vlaanderen. Amstel, dat is mooi ook. Hè. Alles wat er nog bij komt is meegenomen. Ik kan niet verwachten om allemaal die koersen te winnen. Dus alles wat erbij komt is extra. Maar ik heb zeker nog een ambitie om daar ook nog iets te doen. Hè. Het is nog niet voorbij. Ik heb gezien dat een goede keeper zet, maar toch een betere keeper. Dat is succes.